Aan tafel Eelco Brinkhoff. Hij is directeur Foreign Investments bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Klopt. Welkom. U was er ook bij in Cannes. Ja. We kunnen zien dat de heren het echt als een feestje hebben ervaren. Maar wat is nou de economische waarde van dit feestje voor ons in Brabant? Nou, ik denk dat er twee hele mooie dingen in zitten. Eén, Eindhoven is na Londen en Helsinki zeg maar benoemd als de regio of de stad met het beste investeringsklimaat voor de komende jaren. Tegelijkertijd heeft Brabant een award gekregen voor de FDI strategy. En FDI is dan Foreign Direct Investments. Dus het aantrekken van die buitenlandse bedrijven. En daar hebben we een strategie voor geschreven en bepaald. En daar hebben we waardering voor gekregen. Dat is een is dat geheim, die strategie? Nee, is niet. Wat maakt het zo speciaal? Ik denk dat twee dingen is. Eén, aan de voorkant proberen we echt bedrijven te onderscheiden. Waar zit de vraag? Een bedrijf dat zeg maar naar technologie zoekt, moet je iets anders benaderen als een bedrijf dat hier komt om geld te verdienen in de markt. En die een logistieke activiteit heeft. En daarnaast is het gewoon het faciliteren van die bedrijven. We zorgen dat alles wat te maken heeft met dat vestigingsproces, dat we daar ondersteuning kunnen bieden tot op het persoonlijke niveau. Bijvoorbeeld met het Brabant Expert Center. De heer Pauli had het over de hoop die hij uitsprak dat investeerders de weg naar Brabant kunnen vinden. Op welke investeerders doelt hij dan? Investeerders, ik zeg al twee. Er zijn twee soorten investeerders. Eén, bedrijven die toegang zoeken tot technologie. En andere bedrijven zijn gewoon bedrijven die gewoon omzet willen genereren. Die zoeken een saleskantoor of een logistieke activiteit, assemblage, productie. Maar waar hebben we op dit moment meer aan? Aan investeringsstromen? Of hebben we meer aan wat meer gericht is op onze eigen maakindustrie ook? De bedrijven die zich hier vestigen en produceren? Ja, ik denk als je kijkt naar buitenlandse bedrijven, wat kan een buitenlands bedrijf voor ons betekenen? Ik denk allereerst een buitenlands bedrijf creëert werkgelegenheid, investeert geld, kapitaal hier in deze regio. Daarnaast brengt het nieuwe culturen met zich mee, nieuwe technologieën, nieuwe producten. En ik denk het belangrijkste, dat is ook het mooiste van die FDI Award, het zegt iets heel veel over je concurrentiekracht van de regio. Waarom kiest een buitenlands bedrijf in Europa nou specifiek voor Brabant? Ja, dat wou ik je straks vragen. We gaan eerst heel even kijken naar de cijfers, want er zijn ongeveer of ruim 70 Japanse bedrijven die zich in de loop der jaren hebben gevestigd in Brabant. Ja, klopt. En dat zij genereren met elkaar zo'n 5000 arbeidsplaatsen. Ja, heel hoog aantal. Dat is gigantisch. Ja, klopt. Waarom kiezen de Japanners voor ons? Als je kijkt naar Brabant, dan zitten we echt tussen zeg maar, de havens en het Roergebied. En daar lopen infrastructurele zaken doorheen. Ik denk in het verleden ook beschikbaarheid van grond, goed gekwalificeerd personeel. Zeker ook voor de productieactiviteiten die we hier van Japanse bedrijven hebben. En dicht op die markt. Dus in plaats van bijvoorbeeld de verkoopkantoor van Amsterdam. Ik heb wel eens verleden gehad en dan zei iemand tegen mij van ik wil zaken doen in Duitsland, Düsseldorf. Ja, Eelco, je had gelijk. Hè? Die was van Amsterdam naar Eindhoven, was heel 3 uur kwijt in de file. Ja. En Eindhoven-Düsseldorf was 1,5 uur. Ja, dat kan een wezenlijk verschil maken voor het zaken doen. De hype hebben we een beetje gehad, hè? Met het vestigen van de Japanse van nieuwe bedrijven. Jaren 80? Jaren 70, 80, 90. Ik denk 80 de grootste golf. De trend neemt af of zie ik dat verkeerd? Nou, we zien wel interesse van Japanse bedrijven. We zien de interesse veranderen zeg maar, van het market access meer naar de technologie. En we zien wat we met name zien is dat de bestaande buitenlandse bedrijven, de Japanse bedrijven, zeg maar echt fors aan het doorinvesteren zijn. Dus een nieuwe activiteit hier willen toevoegen, de doorontwikkeling van de bedrijven hier. En daar liggen kansen. Jullie gaan een handelsbezoek brengen aan Japan. Ja. Waarom gaan jullie dat doen? Nou, als je kijkt naar Japan, Japan verdient gewoon aandacht. Japan is vanuit Azië de grootste investeerder in Nederland en ook in Brabant. We hebben die bedrijven hier zitten. Ja, ik zeg altijd eerst behouden wat je hebt. Zorg dat we die relatie met die Japanse bedrijven intensiveren. En dat we gewoon weten van welke ontwikkelingen, waar is men nou op zoek? Waar ligt hun toekomst? En hoe kunnen wij vanuit Brabant daarin ondersteunen? Wat zijn nou de moeilijkheden die Japanse bedrijven zouden tegen kunnen komen? Nou, ik denk sowieso in eerste instantie cultuur. Dit is een andere manier van zaken doen. Wet en regelgeving Nederlands staat in Nederlandse taal. Wonen en leefklimaat. Als je kijkt naar de bedrijven zelf, hoe ga je om met de mensen? Met wie gaan jullie naar Japan? Wij gaan met de commissaris. En ook, Wim van der Donk. Wim van der Donk. Als je ziet, juist het inzetten van de bestuurder van de Donk geeft ons de mogelijkheden om op echt het hoogste niveau binnen de Japanse bedrijven, die we de volgende week gaan bezoeken, binnen te komen. Dat zegt heel veel over de manier waarop de Japanse economie georganiseerd is. Ja. Je hebt die topbestuurder nodig om binnen te komen. Ja, zeker in Azië helpt het gewoon dat je een goede bestuurder bij je neemt. Die kan extra deuren openen die anders voor ons niet direct opengaan. Maar wat is de missie om nog meer nieuwe bedrijven naar Brabant te halen?
Het is tweeledig. We hebben volgende week hebben we sowieso een, zeg maar twee investment-achtige seminars, diners, buffetten. Ik denk dat iedereen zich dat afvraagt. Waarom moet er altijd gegeten en gedronken worden? Niet om flauw te doen, maar waarom is dat zo belangrijk? Zeker in Azië, wat ik gewoon heb gemerkt, is je kunt van alle gesprekken voeren met een bedrijf, maar als je niet wordt uitgenodigd voor een lunch of diner, heb je geen business. En delen wij iets met die cultuur? Is dat misschien een van de redenen waarom wij het zo goed met de Japanners doen? Nou, ik denk, kijk, Nederland, we zijn natuurlijk vrij direct. Hè? Als je ons een mening vraagt, dan krijg je hem ook. En dan krijg je hem niet alleen van je leidinggevende, maar je krijgt hem ook van degene die op de werkvloer staat. En ik denk dat de Aziaten dat wel grappig vinden. En als ze het nutten van inzien, kunnen ze het ook goed gebruiken. Maar het is niet hun DNA. Nee. Hoe zou je hun DNA omschrijven? Volg de leider. Volg de leider. We gaan even kijken naar onze leider. Wim van der Donk, ja. jullie paspoortje om daar binnen te komen. Wat hij hierover te zeggen heeft. Ja. Ik ga met name de relaties met de hoofdkantoren van de in Brabant gevestigde bedrijven onderhouden. Wij weten dat dat belangrijk is om te laten zien dat we nog steeds met hen meedenken over investeringsbeslissingen. Mag ik eens een voorbeeld noemen? Fuji heeft natuurlijk van de filmrolletjes langzaam afscheid genomen en nieuwe dingen ontwikkeld. Het is mooi om te zien dat zij dan ook precies weten wat de innovatiecultuur in Brabant is. En het helpt echt als men ook weet dat het hier goed leven en werken is, want ook dat delen we met onze vrienden uit Japan. Ja, u gaf hetzelfde eigenlijk aan. Dus het is een verbreding van en het is het aanhalen van de banden. Ja. Speelt reshoring daar ook nog een rol in? Ja, we zien echt signalen dat bedrijven... Even uitleggen wat het is? Ja, reshoring is zeg maar terughalen van productie uit Azië, de lage loonlanden naar Nederland. En we zien echt signalen dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. De loonkosten in China die stijgen minimaal 15%, soms 30%. En je ziet dat er nu een bepaald evenwicht tussen staan tussen loonkosten in Nederland en loonkosten in China. Waarin je zeg maar het dichtbij op de markt zijn, dus het logistieke voordeel, meer gaat opwegen om uiteindelijk meer kostenefficiënt te zijn. Hoe leveren. Heeft u zich voorbereid? Nou, we hebben sowieso dat diner gehad, waar deze opname ook is gemaakt. Maar dat was wel voor het eerst sinds 2009 dat we die groep van mensen weer bij elkaar hadden. Ik doelde eigenlijk op iets anders. Heeft u uw missie klaar liggen? Om daar te... Ja. Heeft u het bij zich? Nee. U heeft het niet bij u? Het allerbelangrijkste om zaken te doen in Japan heeft u niet bij u? Nou, het kaartje, maar dat aan twee kanten. Het kaartje is, ik heb met Japanse tekens. Ja, want hoe heet zo'n kaartje in Japans? Heet een meisje, zeg ik het goed? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Nou, ga ik u nu leren. Dat heet een meisje volgens mij. Ik heb een leren mapje en daar zitten heel mooi die kaartjes in. Met twee handen en met respect. Want de kaartje is gewoon, in Azië is gewoon heilig. Dat is waarvoor je staat. Waarvoor je bent. Ik wens u heel veel succes. Dank misschien nu als ze het rommel naar kennen om ze nog even te laten drukken. Ja, nee, en dan komt het goed. Mag ik u bedanken voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Tot ziens. Bye.